nou, hè? Ze is terug. Ja, er is terug. Ben ik echt weg geweest? That happened. Maar hey, she been back. She's back. Met nieuwe video's. En ik hoop dat jullie er allemaal weer bij zijn. Want als er iets is wat ik heb gemist in de afgelopen dagen dat ik niet op YouTube was, is het wel de interactie met jullie mensen. Dus, ik heb een hele hoop vrije dagen gehad in deze paar weken. En ja, is toch anders als kind versus nu. Zeven uur. Het is mijn vrije dag en ik word wakker om 7 uur. We hebben een vrije dag, dus wat gaan we ermee doen? Oh, dat is een hele goeie. Kijken wat er op tv is. Waarom? Waarom? Een hut bouwen. Yeah, dat wordt zo cool. Het wordt de leukste vrije dag ooit. Wat doet Annanoushin met haar leven? Oh, bikini. Cute. Mam! Mama! Mama! Hallo? Het is al 7 uur hoor. Ah, Zoe, alsjeblieft. Alsjeblieft, het is mijn vrije dag, het is 7 uur. Ja, even. Jij domme, het is weekend. Kom op, sta eens op, luilak. Je weet dat je ontbijt staat, ga het maken. Echt waar? Jeetje, wat ben jij een waardeloze moeder, zeg. Ooit kom ik uit mijn bed, maar dat moment is niet nu. Oeh, de nieuwe Fenty Beauty collectie. So excited for the Fenty Beat. Zoe? Heb je nou choco's gepakt? Nee. Wat zijn dat dan? Nou, waarom vraag je het dan? Je kan het toch zien dat het choco's zijn? Kom maar. Oh. Is het nou aan het schemeren? Hoe laat is het? Het is 3 uur. Hoe is dat gebeurd? Ja, een beetje. Nee? Oh, ben je vegan? Oké. Oh ja, ik zal vandaag opruimen. Jeetje man, serieus? Is het enige wat op tv is, Boomba? Ik ben toch geen baby? Wat is dit nou? Cleaning day. Echt, tv gaat de verkeerde kant op. Hoor. Natuurlijk gaat het dood. Ik ga wel Netflix kijken. Waar is de aftandbediening? Wijn. Dan. Vuilnis. Voel ik me tenminste nog een beetje thuis. Tegen wie praat ik? Oké. Het is tijd voor... aan het bouwen! Sorry, waar is je? Waar is je? Oh. Hier, mam. Oh! Vond je dat een goed plan? Oeh! Oké. Ah, Kliko is er niet. Dat is nou jammer, dan kan het niet. Ja. Hallo, ik ben inmiddels echt wel groot genoeg voor mijn eigen plek hoor. Dus ik heb hem gebouwd. Kijk, hier is de woonkamer en daar is de leeshoek. Oké. Een goed voornemen om lekker voor mezelf te gaan. Koken dit jaar. Tot wanneer gelden goede voornemens nog? Je ruikt het wel zelf op hoor, dat ga ik niet doen voor je. Wat ruik ik hier trouwens? Wat een geur. Dat was ik vergeten te zeggen. Je staat in de wc! Wat zeg je nou? Hi. Ja, met Quinty. Ja! Hey! Klopt. Ja, dat is alweer een tijdje geleden.
I know, ik had ineens een heel raar idee om voor mezelf te gaan koken. Kan ik helemaal niet. Dus, of ik een grote makiebox mag? Edamame? Gadverdamme. Je gaat het wel zelf opruimen hoor. We gaan zo eten, dus ruim die hut maar op. Mama, ik vraag me af hè. Hou je wel van mij? Ja. En nou opruimen. Hey Becca. Hey. That's it. Eigenlijk is Freya echt best wel saai. Poppy is stom. Mijn moeder is stom. Oh, het is zo saai. Ik verveel me zo. Ik verveel me zo. Hey Beck. Ik denk dat vanavond het niet meer gaat worden, man. Ik begin echt een beetje ziek te worden. Stomme vrije dag. Nou, zou je bij jou nou doen? Ik ben mijn tas aan het inpakken. Ik ben helemaal klaar met die stomme vrije dag. En het is gewoon saai. Ik wil gewoon weer naar school toe. Wacht even hoor. Wacht. Ho. Even dit moment opslaan in mijn hoofd. Ah. Oh. Dat gaat me nou nooit meer gebeuren. Zo lekker. Yes. En ik hoef met niemand te praten vandaag. Yes. Zoey Moppy. Het is morgen gewoon zondag, hè? Wat zeg jij nou? Vond je het een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Reageer en abonneer als je dat niet hebt gedaan. En wees een beetje lief voor elkaar. En bye. She been back. Ben je gevallen?